hier is tempo. Kan niet lang met je praten, tempo. Tik-tak, tik-tak. Welkom bij mijn eerste vlog. Ik ga jullie vandaag een dagje meenemen. En ik was 12 uur uit van school, zeg maar. En het is nu 12:30. En zodra ik om 1 uur ga ik naar Kelvin toe. Dan gaan we voor zijn YouTube kanaal een video maken. Ik weet niet of we ook voor mijn YouTube kanaal een video gaan maken. Maar dat zie ik dan wel. Ik vlog nu even met mijn telefoon omdat ik dat iets handig vind. Maar ik ga jullie gewoon meenemen. Dus doe vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier meer. Abonneer hier voor meer. Ik heb een broodje gehad met smeerleverworst. En ik ben nu een crackertje aan het eten met smeerleverworst. Nou, die ga ik nu eten. En dan gaan we zo al naar Amsterdam. En ik ga even snel laten zien wat ik aan heb en zo. Ik heb gewoon mijn haar vandaag los, want dat vond ik ook wel even leuk voor de video en zo. Ik heb een shirtje aan van Tommy Hilfiger. Ik heb gewoon een simpel vest van H&M. Mijn broek is van de Cool Cat. En dan doe ik nog mijn schoenen aan. Ik zal even laten zien welke schoenen ik aan doe. Deze schoenen doe ik dan aan mijn Nike Air Max. We zijn nu in Amsterdam en we gaan nu even een parkeerplek zoeken en dan gaan we naar Kelvin. We zijn nu dus in Amsterdam en je hoort ook wel aan de drukte. En we gaan nu dus naar Kelvin. Ik heb er echt super veel zin in. En ja, het wordt super leuk, hoop ik. Hierbij. Hey! Kelvin. Dat was mijn grap. Ja, en we hebben net een video opgenomen. Ja, wat hebben we gefilmd? Musical.ly deel 2. Denk het een beetje goed? Ja. Niet. Jij hebt mij grotendeels van de video gewoon uitgelachen. Over dat ik het niet kon. Je doet het nu zelfs weer. Ik heb heel hard mijn best gedaan, maar Nina was met het aan uitlachen. Maar het was wel leuk. Ja, het was heel leuk. Dus check die video op 1 april. Ja, 1 april. Komt het was echt super gezellig. En we gaan nu nog even de stad in. En ja, ik ga even meenemen. Ik zit met allemaal Nintendo. We gaan zeg maar. Dit hier allemaal ijs en zo. En wafels en zo. En macarons. Maar ik ga dus ook die nemen met Nutella. Nu naar Lus, naar binnen. En dan ga ik. Oh, dit is zo lekker. Ik heb dus wat bij de Lush gehaald en ik heb ook wat bij de Nike Store. Ik zou wel misschien een shopvlog maken of ik laat gewoon deze video zien. Weet ik nog niet. En we gaan nu nog ergens wat eten. Dan ga ik misschien met Elisa logeren. Daar heb ik echt super veel zin in. En ik heb stiekem een cadeautje meegenomen van de Lush voor Elisa. Een bruisbal. Dus ik hoop dat ze dat leuk gaat vinden. Dus dat gaan we even de Nike Store zien. Daar hebben we dus ook nog wat gehaald. Nu heb ik dat eigenlijk al verteld, maar ja, daar hebben we dus ook wat gehaald. Dus bij Lush en Nike. En verder hebben we nergens meer iets gehaald, want we gaan al eten. En ja, met Kelvin duurt het ook wat langer. We zitten nu in het restaurant Rembrandt Corner, als ik het goed uitspreek. En daar gaan we nu eten. En ja, kousjens. Avondeten. Dit is een klein bakje lasagne. Verder heb ik nog patatjes. Hoe heet dit ook weer? Snitzel. Oh ja, snitzel en spareribs. Dus ik ben onderweg naar huis. Ik ben alweer een tijdje thuis. En ik ga nu even laten zien wat ik heb gehaald. Ja, sorry voor de achtergrondgeluiden. Jens zit tv te kijken. En ik dacht, ik laat hem gewoon. Dus ja, als eerste van de Lush. Daar ben ik dus geweest. Oh ja, het zit allemaal ingepakt. Oké, maar dit is een frozen bal. Mooi Nederlands. Ik ga hem even openmaken. Oh ja, en ik heb een shirtje. Ik pak hem hier even. Maar dit is de frozen bal. Oké, ik ga hem even allemaal openmaken en dan laat ik het aan jullie zien. Oké, dit is dus een frozen bal. En wat zit hier ook weer in? Oh ja, hier zit heel veel glitter in. En je ziet ook wel dat die echt super veel glitter. Dus de frozen bal. Oh ja, dit is een crème. Een haarmasker. Het is geen crème. Het is een haarmasker en hij heet. Ik heb geen idee hoe ik hem moet uitspreken. Maar dit dus. Ik heb geen idee hoe ik hem moet uitspreken. Maar dit is een haarmasker en deze was eigenlijk van mijn moeder. Maar ik ga al deze bakboomen en dit allemaal nog een keer weer uittesten op een video. Dus daar krijgen jullie nog een video over. Oké, de volgende. Dit is echt klein. Tink Pink Badboom. Ik ga hem even openmaken. Weet alweer, deze badboom is voor Elisa en ik heb Elisa al gebeld, dus ze weten welke ze krijgt. Kijk, je hebt hier zeg maar allemaal roosjes en dat zijn zeepjes.
En dan is hij helemaal roze. En ik weet niet wat er binnenin zit, maar ja. Hij is een beetje roze-paarsachtig. In het echt is hij meer roze dan op de camera, want daar is hij een beetje paars. Maar wat hebben we nog meer? Oké, deze badbom klinkt heel verkeerd. Een seksbom. Oh my god. Wie noemt ze bal nou zo, zo'n badbom? Eeuw, what the fuck. Oké, maar ik ga hem even openen. Wie gaat ze badbom nou zo noemen, echt? Sorry hoor, ik hou van Leurs, maar die namen? Oh my god. Maar hij is volgens mij wel heel cool, die badbom, dus... Oké, zelfs deze badboom geeft ook best... Ja, deze geeft niet heel veel glitter. Maar hier in het midden zit een roosje en ik vind hem echt super leuk. En ik weet echt niet dat hij zo heet. Ik vind het ook best wel een rare naam. Want het is gewoon een badboom. En ja, ik weet het verder ook niet. Oké, dan zijn we weer bij de laatste badboom. En deze heet Intergalactic of zoiets. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar deze... En ik weet niet meer hoe deze uitziet. Dus ik ga hem even Als laatste maken. Heb ik nog een Nike shirtje. En deze heb ik dus bij de Nike Store gehaald. En dat was Nike Store gehaald. En dat was het. Oké, dus een korte mededeling. Er komt nog een video over de Lush badboomen en zo. Oké, ik ga nu nog even tv kijken in bed en zo. Want het is nu 9:30. En dan ga ik naar bed. En ik ga niet met Edith zeggen, want we konden het toch niet. Maar we gaan misschien morgen. Nou, eigenlijk gaan we gewoon morgen. Maar bedankt voor het kijken van deze video. En dan zie ik jullie in de volgende video, vlog of wat dan ook. Dus bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier op dit. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!